Richard Goedendaal zal nu het eerste exemplaar van Hers en Geest door Diesse, deel 28, uit gaan reiken aan Henk Baars. Bij deze, Henk. Dankjewel. Jij weet heel goed wat erin staat. Denk ik. Ja, ik heb daar gelezen. Heel veel plezier. Maar ik denk het mooi naslagwerk voor jou, maar vooral voor je familie. En, ja, dankjewel. Heel mooi. Henk, je realiseer je dat jij de eerste man bent die het tweede eerste exemplaar krijgt? Oh. Want uit mijn hoofd, deel 12 is over jouw supportvereniging geschreven. Ja, oké. Okay, nou. Ik wil het wel. Onderweg hier naartoe besefte ik mezelf dat jij werd Nederlands kampioen in 93, ik werd Nederlands kampioen in 94, dat jouw opvolger was. En net niet. Nou. Ja, de Nederlandse opvolger van de pool zat er nog tussen. Ja, in 90 en ik in 2000. Dus, mooie tijden. Ja. We beleven nu nog steeds heel veel plezier aan de sport, maar als ik terugkijk, waren dat toch wel de mooiste tijden. Ja, dat is echt ons kent ons. En, ja. Het was gewoon een familie, ook de mensen die er omheen waren. Dus supporters, ook gewoon de verzorgers, de vrouwen. Ja. En allemaal met autootje, hè? Ja, als je nu het wereldje ziet, dan is het een soort giga. Ja. Richard, als je het boekje terug zou willen geven, Henk, want het is maar één eerste exemplaar. Jij krijgt het straks ook nog. En zou je misschien namens Erfgoed Diesse de vrouw achter de renner een bloemetje willen geven? Natuurlijk wil ik dat doen. Ik wil Jean niet tussen tegenwoordig. Nee, helaas. Bij deze namens Henk, een bloemetje voor jou. Ja, dankjewel. Voor jou, al jouw steun en support in al die jaren. We hebben twee wereldkampioenen bij elkaar. En er zit precies 10 jaar tussen, denk ik, hè? Ja. Is er in die 10 jaar iets veranderd? In principe best wel. Ik denk dat tussen 90 en 2000 de eerste stappen zijn gemaakt in de professionalisering van de veldrijksport. Dan doe ik het vooral met sponsoren. Rabobank, die in de jaren 90 de interesse heeft getoond voor de sport waar ik ben gaan fietsen toen. En daarmee zijn er heel veel grote stappen gemaakt in de sport. Wat we net al zeiden, dat de sport nu zoveel meer professioneel is. Dat is eind jaren 80, maar vooral in de jaren 90 nog eens. En kun je een voorbeeld noemen wat er professioneler was? Ja, het is groter geworden van renners en omkadering, ploegen, maar ook de wedstrijden zelf. Als je tegenwoordig ziet hoe de wedstrijden eruit zien en wat er allemaal staat en hoe het allemaal ingericht is en de voorziening. Op heel veel wedstrijden, op publiek. Het is eigenlijk allemaal een beetje groter geworden. Maar dan vooral in België en een heel klein beetje Nederland natuurlijk. En in onze tijd, toen wij nog, vooral in het begin jaren 90, was het echt een Europese sport. We hebben heel Europa doortrokken. En dat is nu wel minder. Hoe kijk jij op de carrière van Henk? Heel wisselend. Of wisselend, heel breed, zo moet ik het zeggen. Henk is eigenlijk gekomen in de tijd dat mijn vader me breed. Ik weet heel goed dat hij samen met mijn oom, de broer van mijn vader Michel, eigenlijk zijn eerste postcontract tekende bij Panasonic, bij Peter Post. En daarna werd ik amateur, semi-prof, professional. En toen was Henk ook nog steeds in beeld. En hebben we ook nog samen op WK's en vooral op de trainingen met Nico van Hest elkaar heel veel getroffen. Maar jullie zijn ook elkaars concurrenten geweest nog? Zeker weten, ja. 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 En dan zestal sinds de I-A-N-2. Ja. Ja, en dan des te mooier dat jullie hier nou met z'n tweeën staan. Ja. Henk, hoe kijk jij tegen de carrière van Richard aan? Ja, Richard die kende ik, die ging met zijn pa mee en hij was in het begin zwemmen, hè, denk ik. Ja, ja. En toen bleek toch dat hij kon fietsen en dat hebben we later gemerkt. Want ja, hij kwam en was mee goed en was al in de raam gekomen dat het een Nederlandse topper ging worden. Het NK hebben we tegen elkaar gereden en toen klopte niet meer. Het was ook zijn thuiswedstrijd. En toen is het eigenlijk helemaal losgegaan. Toen kwam Raadbank in beeld. En mijn laatste jaren van mijn carrière. En toen heeft Richard voor Nederland echt het vaandelijk overgenomen. Samen bij Harry van Poel, die het ook nog wel reed. Maar Richard heeft het heel lang doorgetrokken. En
eigenlijk alles gewonnen werd. Jullie zijn ook beide Nederlands kampioen. Ja. Richard meervoudig. 5 of 6 keer, ben ik kwijt? 8 keer. 8 keer, zelfs. Ja. Nou, dat is de moeite. Ja. Ja. Nou, des te mooier dat jullie hier samen staan. Als vrienden lijkt wel, hè? Ja, ik ja. Elkaar heel goed. En de pa en de moeder. En zo ging dat. We gingen naar de cross en iedereen was er gewoon bij. En we wisten veel van elkaar. En we zagen elkaar soms op training. Dat werd ook nog een keer uit de doeken gedaan. En dan zondags in de wedstrijd zaten bij het omkleden zaten we elkaar. In de wedstrijd reden tegen elkaar. Nog meer douchen zagen we elkaar. Dat vond ik eigenlijk ook dus, ja, een mooie start. Prijs uitreiken zagen we elkaar. Dus ja, het was... Bijna familie. Ja, bijna familie. Hoe heb jij dat ervaren om die vrouw achter die renner te zijn? Bijzonder wel. Ja, Henk is altijd een karaktermens geweest. En ja, daar vond ik eigenlijk het trok mij eigenlijk het meeste aan. Dat Henk zo'n doorzettingsvermogen had. En ja, waarschijnlijk ben ik daar vroeger ook op gevallen, denk ik. En ja, het is nog steeds waar eigenlijk ons wel door het leven heen sleept, zeg maar, ook mee het uitoefenen van onze zaken en ons leven, zeg maar, als er iets tegen zit, om dan toch samen die schouders eronder te zetten en ja, door te zetten en er gewoon iets van te maken. Ja, Henk heeft ons verteld dat het... dat hij heel vaak chagrijnig was, want meestal werd hij geen kampioen. Ja. En dat jij daar dan mee zat. Ja, daar zat ik er mee, maar ja... Dan proberen we gewoon op een goede manier toch maar weer de drive te vinden en te kijken wat ons wel brengt. En ja, ook een beetje een grap en een rol kan er ook. En je hoeft niet altijd te treuren als je een tweede plek hebt, want er zijn ook heel veel mooie dingen die er dan langs zijn om te beleven, zeg maar. Zeker, zeker. Ja. Maar iedereen is erover eens dat jij heel belangrijk bent geweest in de carrière van Henk. Ja, tenminste, dat denk ik wel. Vooral het trainen, zeg maar, het snelheidstrainen, maar ook het uitstippelen van het beleid waar we gingen doen, zeg maar, zeker met het hypnoseverhaal, wat toen eigenlijk nog niet bekend was. Dat was ons dingetje wel. Ja, de voeding, vooral ook dat. Ik ben voedingsassistent, dus ja, daar had Henk ook zijn, was je ver in voort, zeg maar. Voor die tijd. En al die geheimen, ja. Tussen haakjes, die worden nu geopenbaard. Ja, die mogen nu geopenbaard worden. Dus ja, dat was toen ons leuke geheimtje. We hadden ja, puur het karakter van Henk uitgebuit. Er werd toen eigenlijk nog helemaal geen aandacht aan besteed. Maar ja, de mens is voor 80-90% in staat om op karakter dingen te presteren. En ja, die uitbuiting hebben we volledig benut. Met een mooie titel. Nou, je hebt bloemen meer als verdiend. Ja. Dankjewel. Henk die is verder gegaan met fietsen, hè, met fietsen verkopen. En jij zit ook nog in de fietsen, want jij bent de parcoursbouwer van het EK. Ja, dat is een eretitel. Ik weet niet of je daar heel blij van wordt. Het is vooral heel veel sjouwen en heel hard werken. Nee, ik ben, dat is jaren terug begonnen. Ik ben met de grote prijs van Brabant benaderd of ik daar een beetje mee wilde denken met de organisatie. Ik deed dat nadat ik gestopt ben met fietsen bij ons in het dorp al, met de cross. En sinds een jaar werk ik bij Libema Pro Cycling, die eigenlijk de organisatie is van het afgelopen Europees kampioenschap. En ja, ik heb daar al een paar jaar een parcours echt gedaan. Ze zeggen tekenen, maar het is ook echt tekenen en schetsen. En ik heb gelukkig de kans gehad om het 4 keer op diezelfde plek te doen. En iedere keer zie je weer verbeterpunten en die sla je op en die schrijf je ook gelijk op. En dan kun je heel langzaam, stap voor stap, dingen verbeteren en het proberen zo goed mogelijk te doen. Is het belangrijk dat een professionele wedstrijdrijder dat doet? Weet ik niet. Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik denk wel dat het... voor de renners heel prettig is dat iemand meekijkt die zelf ook gefietst heeft. En je weet wat heel irritant is, of wat helemaal niet eerlijk is en wat er niet fijn is in een wedstrijd. En die bouw je speciaal in? Nee, die bouw je juist niet in. Probeer je zoveel mogelijk te voorkomen. Je probeert zo dat het een eerlijke wedstrijd kan worden. Maar je hebt moeilijke stukken hebben. Maar ik vind het al belangrijk dat na een moeilijke passage dat er ook weer een stuk komt om fouten te herstellen of nog iemand te kunnen inhalen, zeg maar. Ja.
van die kleine dingen. En dan is het natuurlijk heel belangrijk, en dat is nu jammer genoeg niet zo geweest, dat je parcours ook tegelijkertijd ontwerpt voor een grote publiekstroom te kunnen handhaven. Reinier, als ik nou parcoursbouwer was, ik kan me niet voorstellen eigenlijk, dan zou ik het zo bouwen dat de Nederlander zou winnen. Dat is weer niet gelukt. Nee, maar dat ligt aan de Nederlanders. Nee, ja, nee. Ik zou ook niet weten hoe dat moet. In het verleden hebben ze ook wel eens ooit gezegd van als je voor Mathieu van der Poel een parcours moet bouwen of voor Mathieu van der Poel zou ik niet weten wat je... Dan is het juist een kunst om iets te bouwen waardoor hij niet zou winnen, denk ik. Maar ja, net wil ik zeggen, ik wil gewoon dat de beste renner van die dag wint. En daar ben je zelf sportman voor geweest, daar heb je altijd hard voor getraind en voor gewerkt. Dat respect draag je eigenlijk mee naar... Maakt het niet uit of een Nederlander is of een Belg is of weet ik het. Als iemand die er zo hard voor gewerkt heeft, maar zijn eerlijkste sport kan uitoefenen en het dan ook maximaal eruit kan halen. Dat is in elk geval een hele sportieve opmerking om mee af te sluiten. Ja.